Ik heb Kids Who Dreams opgericht omdat ik als persoonlijke missie heb dat ieder kind zich gehoord voelt, zich gezien voelt, steun durft te vragen wanneer hij of zij dat nodig heeft en het krijgt en dat zijn of haar stem ertoe doet. Omdat ik daarin het geloof heb en de filosofie heb dat als je je gehoord en gezien voelt, dat je dus meer zelfvertrouwen krijgt en zelfvertrouwen is de belangrijkste brandstof om aan je dromen te werken, om je dromen uit te laten komen, ondanks dat je misschien wel een negatief verleden hebt, een verleden waar je misschien wel hele zware dingen hebt meegemaakt. Het kinderambassadeursproject is een samenwerking samen met Samensterk zonder Stigma. Waarom deze samenwerking? Kids for Dreams, wij zetten ons in om ieder kind zich gehoord en gezien te laten voelen. Eigenlijk een persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en een veerkracht te versterken. En Samensterk zonder Stigma zet zich in voor destigmatisering binnen het onderwijs. Tenminste, op die vlakken werken wij dan samen. Nou, dat zijn twee gebieden die hand in hand met elkaar samengaan. Want eigenlijk willen we zelf de doelen bereiken via een andere manier. En daaruit is dus de kinderambassadeursproject ontstaan, wat echt een mengelmoes is van onze expertise's die we hebben. En samen in één project om onze doelen en dromen te bereiken op scholen. Dus zo ziet de samenwerking eruit. Op verschillende scholen werken we met kinderambassadeurs. Nou, wat zijn nou kinderambassadeurs? Kinderambassadeurs zijn kinderen die de andere kinderen op school vertegenwoordigen, een stem geven. Stem ophalen om wellicht dingen aan te passen of te veranderen in de school. Eigenlijk om de schoolinclusie op die manier te bevorderen. Waardoor het onderwijs, de school waar de kinderen zijn, ook een stukje meer van de kinderen zelf gaat worden. Waar ze inbreng op hebben op alles wat er gaat gebeuren in de school, wat we met de kinderen zelf te maken hebben. Wat ik in praktijk zie is dat de kinderen die gekozen worden vaak kinderen zijn die achter in de klas zitten of net buiten de boot vallen. En dat vind ik gewoon super bijzonder, want meestal is het zo dat als er verkiezingen zijn dat de populairste kinderen worden gekozen. In dit geval niet, worden op een of andere manier toch de kinderen gekozen die eigenlijk net iets buiten de boot vallen of die wat stiller zijn. Waar ze dan hun vertrouwen kunnen geven en dat zij een belangrijke taak mogen doen. En daardoor gaan stralen van, hey, ik mag nu iets superbelangrijks doen in de school, voor wat betekenen voor de andere kinderen. En het andere wat gewoon echt oplevert, is dat de andere kinderen in de school die geen kinderambassadeurs zijn geworden, het gevoel hebben dat ze wel een stem hebben en dat ze worden vertegenwoordigd, puur omdat de kinderambassadeurs zijn. En eigenlijk een heel groot collectief zijn, waarmee ze met elkaar eigenlijk hun eigen school en kunnen inrichten naar een klimaat waar zij zich fijn en prettig bij voelen. In samenwerking met het schoolteam, die eigenlijk dan meer de faciliterende rol gaat nemen in plaats van de sturende rol. Want de sturende rol ligt nu bij de kinderambassadeurs.